BNNVARA. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, wie zit er achter de moord op Marja Nijholt? Dat is wat het burgercollectief Bureau Dupin probeert te achterhalen. Een uniek initiatief, want het is voor het eerst dat burgers actief betrokken worden bij het oplossen van een moordzaak. Sinds hun start 1,5 jaar geleden zijn er al veel nieuwe feiten ontdekt. Allemaal te volgen in een veelbeluisterde podcast. Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Wij zijn Bureau Dupin, een collectief van gedreven onderzoekers dat zich samen met de politie inzet om een cold case op te lossen. Ja, en vanavond breiden ze het onderzoek uit door bezoekers van de avond van het spannend boek uit te dagen om scenario's te bedenken rond deze moord. Nieuwsbv. En ik praat erover met Peter de Kok. Hij is initiatiefnemer van dit burgercollectief en professor aan de Universiteit van Tilburg. En Isis van Kruchten, een van de onderzoekers ook bij Bureau Dupin. Peter, vanavond dagen jullie dus bezoekers van het boekenevenement De Avond van het Spannende Boek uit om scenario's op een waargebeurde moordzaak te bedenken. Dat is opmerkelijk. Moet je me even helpen? Waarom willen jullie dat in deze moordzaak? Ja, dit is een cold case. Ja. En eigenlijk is een cold case per definitie een hele ingewikkelde casus. Want het is niet opgelost. Dat is niet zonder reden. En wat wij nu hadden bedacht is dat het leuk was om in samenwerking met Hebban, die het organiseren, die de avond van het spannende boek organiseren, om te kijken of we de creativiteit van aspirant schrijvers zouden kunnen inzetten om compleet los van alle wetten en dingen die er zijn, een verhaal te verzinnen wat mogelijkgewijs gebeurd zou kunnen zijn. Ja. En daar is die schrijfwedstrijd uit naar voren gekomen. Dat is wel fantasie dan, toch? Ja, dat is fantasie. Maar wat er grappig is aan dit, aan überhaupt het hele Bureau Dupin, is dat het is ontstaan en het heeft zoveel zijpaadjes. Mm-hmm. En dit was een zijpad van mensen die bij ons op het pad kwamen. En die zeiden, ja, kunnen wij op een of andere manier samenwerken? Wij doen de avond van het spannende boek organiseren. Kunnen we samen iets doen? Nou, dit is een van de dingen die eruit gekomen is. Dus ik ben ook zelf ook heel benieuwd wat daar naar voren komt. Ja, wie weet wat voor inspiratie daar weer uit te halen valt om die zaak op te lossen. Want het gaat om de zaak van Marja Nijholt uit 2013. Laten we hem heel eventjes weer voor het voetlicht halen. Even luisteren naar hoe deze zaak destijds in het nieuws kwam. In de voortuin van een woning in Os is vanmorgen een dode vrouw gevonden. Het bleek te gaan om de 48-jarige Marja Nijholt uit Enschede. Ze was door een misdrijf om het leven gebracht. In het centrum van Os spreekt Marja verschillende mensen aan op wie ze een wat angstige indruk maakt. Zo vraagt ze onder meer of iemand een goedkoop hotelletje weet. 4 uur later wordt het lichaam van Marja Nijholt gevonden. Ongeveer 1 kilometer verderop op een oprit aan de Berchemseweg. Ja, en met deze moordzaak eigenlijk, Peter, zijn jullie het collectief begonnen, hè? Bureau Dupin. Ja. Waarom hebben jullie voor deze cold case gekozen? Dat hebben we samen gedaan met de politie en het Openbaar Ministerie. Mm-hmm. En dat was een vrij moeilijk proces, want je moet een aantal basisvoorwaarden in acht nemen. Het moest uiteraard een cold case zijn. Hè, dus het moest iets zijn waarbij burgers zich in zouden kunnen gaan verdiepen zonder lopende onderzoeken te storen. Het moest ook een onderzoek zijn waarbij onwaarschijnlijk geen sprake was van zware georganiseerde criminaliteit, hè, van een gevaarszetting. En niet in de laatste plaats de nabestaanden van deze zaak, of eigenlijk de betrokkenen in deze zaak, moesten toestemming geven. Want we gaan wel weer iets nieuws proberen. En ja, dat is ook best spannend. En met name voor heel gevoelig zijn natuurlijk. Ja. Er is behoorlijk wat belangstelling getoond door verschillende burgers. Maar liefst 1200 mensen hebben zich aangemeld. Inmiddels 1800, begrijp ik. Ja, de telling is een beetje diffuus, zou ik maar zeggen. We hebben heel veel luisteraars voor de podcast. We hebben een stuk minder mensen die meedenken en meedoen. Dat zijn er ongeveer 1800. Mm. En we hebben een hele kleine groep van hele, zoals Isis, hele betrokken onderzoekers die zich echt zo'n beetje dag en nacht erin vastbijten. Dus de telling is een beetje, ligt maar net aan wat je wil horen. Ja, Isis, je bent dus een van deze betrokken, de harde kern eigenlijk, als ik het zo hoor. Waar meldde jij je eigenlijk aan? Toen ik ervan hoorde was het vooral een heel fascinerend fenomeen. Want je krijgt natuurlijk nooit echt inzicht in hoe de politie met een cold case omgaat.
En dit is toch wel een manier om er iets dichterbij te komen te staan dan je normaal als burger doet. Dus dat was voornamelijk een heel fascinerend fenomeen. Fascinerend en ook een beetje spannend? Ja, ook. Okay. Het is, je krijgt toch wat inzicht wat je normaal niet hebt. En daar was ik vooral nieuwsgierig naar. Ja, welke inzichten heb je tot nu toe gekregen? Nou, vooral, ja, ik vind vooral het hoe wij het project van Bureau de Paix hebben vormgegeven, vind ik heel interessant. Hoe gaat zo'n grote groep ermee om? Hmm. Hoe zetten de verschillende mensen zich in? Wie houdt zich waarmee bezig? En dat is heel interessant. Hmm. En alle verschillende denkwijzen die iedereen heeft. De een denkt in de ene richting en de ander denkt in de andere richting. Dus dat is heel... Isis, je bent 19 jaar. Ja. Volgens mij ben je de jongste in de hele groep... In de hele groep durf ik niet te zeggen, van alle mensen die ik kende, wel. Wel. Studeer je criminologie of zo? Of nee. Wat is dit? Waar komt dit vandaan? Ik studeer European Studies, maar ik heb hier wel een beetje mijn fascinatie voor criminologie ontdekt. Ah. Dus het is toch wel iets wat mij zeker fascineert, ja. En jullie pluizen dus echt ook alles uit, hè? Isis, jij gaat ook naar de plek waar Marja voor het laatst in leven is gezien. Daar hebben we een fragment van. Uit gegevens van de politie is inmiddels meer bekend over op welke plekken in Os Marja is gesignaleerd. Isis, Jill, Tanja en Denise gaan naar deze plekken toe om Marja's route te reconstrueren. Ja, ik ben eigenlijk precies het signalement van Marja. Ik ben even lang, ik ben ongeveer hetzelfde gebouwd en ik heb ook een... een handtas bij me en een rugzak. Dus we wilden eigenlijk kijken van hoe moet het eruit gezien hebben. Om echt te kijken van, is het plausibel wat we nu hebben bedacht of niet? Ja, we horen jouw stem, Isis. Je speelt eigenlijk Marja heel even. Hè, ja. Omdat je aan hetzelfde signalement bijna voldoet. Lijkt best heftig. Hoe was het voor jou om daar te zijn? Het was heel bijzonder om daar te zijn. En ik kan me nog herinneren dat ik tegen iemand anders zei van... Ik kan me niet beseffen dat ik daar toen stond. Het was heel onrealistisch, omdat je wel weet... dat Marja daar op 31 december 2012 dus wel heeft gelopen, heeft gerend. Je weet niet wat er is gebeurd. Mm. Dus het was heel fascinerend om dat op die manier ook te zien. Ook omdat ik had heel veel op Street View rondgelopen. Dus ik wist hoe de omgeving van Os eruit zag. Maar om daar echt te zijn, dat was heel surrealistisch eigenlijk. Dus dat was wel erg bijzonder om dat in het echt te zien, ja. Ja, je schetst hier even een situatie in Os, hè? Want dat is waar Marja naartoe gevlucht was, toch Peter? Want ja. Even het verhaal in het kort, wat is er met Marja precies gebeurd? Ja, heel in het kort is het in de laatste dagen van haar leven... gaat ze weg uit Enschede, waar ze woont, omdat ze het vuurwerk wil ontvluchten. En ze gaat dan naar een hotel in Gronau, net over de grens. Mm-hmm. En daar zit ze een tijdje en dan wordt ze gebeld. En de hoteleigenaar zegt dat ze daar zo van schrok dat ze vluchtte. Mm-hmm. En weggegaan is uit het hotel. En zo is ze naar Os gegaan. Het is eigenlijk onduidelijk waarom Os. Ze is even gestopt in Enschede toen naar Os gegaan. En in Os is ze in verwarde staat, zoals ze wordt omschreven, heeft ze mensen aangesproken en heeft ze gevraagd om hulp. Omdat ze dacht dat ze vermoord zou worden. Mm. Nou, minder dan 24 uur later wordt ze inderdaad dood aangetroffen in Os. Mm. En het is makkelijk om iemand af te doen als in verwarde staat. Maar in dit geval is het bijzonder omdat zij zelf al aangaf in die verwarde staat dat ze bang was dat ze dood zou gaan. En in haar geval is dat ook zo geëindigd. Dus wist zij meer, zag ze in haar waan dingen. Was ze misschien helemaal niet in een waan, maar... De zaak heeft heel veel invalshoeken die heel interessant zijn om dieper in het leven en in de persoon Marja Nijholt te duiken. Ja. En om daar dieper in te duiken moet je ook meer informatie hebben. Informatie ook krijgen van het OM, van de politie. Je zei al van dat zijn hele belangrijke elementen om mee te krijgen. Hoe heb je ze eigenlijk zover gekregen om samen met jullie te werken? Ja, door goede gesprekken. Ook door te laten zien dat het ons niet te doen is om een kortstondige interesse of iets. We hebben echt in samenwerking gekeken naar wat kan nou en wat mag volgens de wetgeving. Want het gaat natuurlijk ook heel veel heeft het te maken met de AVG. Het is echt een samenwerking geweest wat dat betreft. En aan onze kant, de burgerkant, oogt het allemaal vrij makkelijk. Mm-hmm. Maar aan de kant van de politie en het Openbaar Ministerie is dit echt iets vernieuwends. Ja. Het is niet gewoon dat burgers vragen stellen over een zaak die gelopen heeft. En dat
politie en het OM zegt, ja, daar gaan we antwoord op geven. En hoe hebben de nabestaanden gereageerd? Toch raar om zo deze zaak ook nu hier op de radio te horen, in een podcast terug te horen, denk ik. Ja, we zijn begonnen met, ik heb de nummers van 5 nabestaanden gekregen van de politie. Mm-hmm. En ik ben begonnen met hen te bellen en uit te leggen dat wij iets heel nieuws wilden gaan proberen. Dat we geen idee hadden wat daartoe zou leiden. Maar dat dat naar alle waarschijnlijkheid wel een media-aandacht met zich mee zou brengen. En ik heb ze gevraagd of ze daar akkoord mee zouden zijn. En dat waren ze eigenlijk stuk voor stuk. Ze zijn heel open ook over Marja in die gesprekken. Ja. Soms zo open dat je ook nieuwe dingen dus ook echt ontdekt. Die ze misschien vergeten waren of niet hebben gemeld. Dat weten we niet. Laten we heel even luisteren naar wat ze jou te vertellen hadden. Marja hunkerde naar liefde en aandacht. En dat ging gewoon compleet mis. Dat denk dat van kwaad tot erger is geworden. Ze was altijd een buitenbeentje. Ze deed heel erg haar best om in het gevlei te komen. En om heel erg haar best te doen met studeren. Om altijd zichzelf aan de beste kant te laten zien. Om cadeautjes te geven. Op allerlei manieren heeft zij krampachtig geprobeerd om aandacht en liefde te krijgen. En dat is gewoon niet gebeurd. Daar is het gewoon misgegaan. Ja, Peter, Isis, uit de podcastserie komt ook heel duidelijk naar voren dat Marja een vrij goed troubleerde eigenlijk opvoeding, jeugd heeft gehad. Vrij verward ook, dat schetste jij net ook al, Peter. Isis, het is wel voor de laatste dagen van haar dood is bekend dat ze ook echt op de loop was. Dat ze een verwarde indruk maakte. Ze leed ook aan complottheorieën, wanen. Maakt dat het onderzoek niet moeilijker? Dat is lastig om te zeggen. Het is inderdaad... wat het lastig maakt, is dat je niet zeker weet, of zoals Peter al zei, dat wat zij zegt en wat zij ervoer ook werkelijk waar was. Werd zij werkelijk achtervolgd? Mm. En dat maakt het natuurlijk lastig, want je weet niet zeker of dat een feit is. Of dat het een compleet fabel was wat zij had bedacht. Dus in die zin weet je een stuk minder wat fabel is en wat feit. Mm. En in die zin maakt het het lastiger. Maar ik denk dat het ons als onderzoekers ook heel erg dwingt om creatiever te gaan denken. En dat komt weer terug op het out-of-the-box denken wat we bij Bureau du Pain doen. Dus van de andere kant werkt dat juist denk ik wel heel goed in het format waarin wij nu werken. Ja, en er komt behoorlijk wat informatie binnen. Zo stuiten jullie op extra informatie zelfs. Een laatste sms'je wat Marja verstuurde. Ik ben vluchteling geworden. Om Henny, om mijn pleegmoeder, om en de katholieke kerk. Ons gezin trekt dit niet meer. Wil je Rob waarschuwen? Hij bidt voor ons. Hij weet hier nog niet van. En ik kan niet meer in Europa blijven. Ja, Isis, dit is dus de inhoud van het laatste berichtje van Marja. Wat is een opvallend detail wat jullie nu weten en anderhalf jaar geleden nog niet? Ik denk heel veel wat betreft met de telecomdata. We hebben dit jaar de telecomdata ontvangen. Daarbij is ook dit sms'je naar boven gekomen. En dat geeft ons wel heel veel inzichten en waarschijnlijk ook mogelijke redenen waarom zij naar Os is afgereisd. Dus ik denk dat we daar wel heel veel nieuwe feiten uit hebben kunnen halen. Mm-hmm. Dat ze iets meer vertelt over de reden waarom. Peter, het onderzoek is nog in volle gang. Vanavond gaat er weer een nieuwe podcast online. Komt dus ook een oproep om die scenario's dus te bedenken. Kun je al iets meer zeggen over hoe dicht bij jullie zijn bij een oplossing? Nee. Nee? Nee, en niet omdat ik het niet wil, maar omdat we dat niet weten. Je weet nooit hoe dicht je bij een oplossing bent. Er kan zomaar iets gebeuren wat een soort breakthrough zou kunnen zijn. Mm-hmm. We zijn nu bezig met een compleet beeld te geven van haar leven. En verschillende puzzelstukjes op een plaat te leggen. En de afstand tussen die puzzelstukjes, die wordt in de loop van de tijd wordt die bepaald. Mm-hmm. Maar wat ik het mooiste daaraan vind, is dat nou zoveel mensen bezig zijn uit zoveel verschillende invalshoeken. En iedereen doet het om niets. Ja. Er zit geen geld in het systeem. Dus het is echt vanuit de intrinsieke motivatie van mensen in onze samenleving dat er iets gebeurd is wat niet opgelost is. Yes. En dat heel... Zoals die zus dus. Maar hoe ordenen jullie al deze informatie? Dat doen we op verschillende manieren. Ja. Dat doen we met een soort online crazy wall. Zoals je ze kent uit de politiefilms. Oh ja, met allemaal die spinnenwebben en zo. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel ouderwet. Mm-hmm. Dat doen we allemaal online en digitaal. Okay. En daar komt heel veel informatie samen. En er zijn ook mensen die dat clusteren.
Maar we hebben ook een wiki, we hebben een forum, we hebben de podcast. Heel veel mensen zorgen ervoor dat er heel veel initiatieven naar boven komen. En sommige zijn actiever dan anderen. Maar die initiatieven bij elkaar brengen, dus zo'n whiteboard en een wiki, dat is best een ingewikkelde procedure. Ja, lijkt me ook. Daar moet je echt gewoon met je volle passie in zitten, anders hou je dat niet vol. Toch? Ja. Isis? Ja, dat kan ik inderdaad wel bevestigen. Ja, het kost ook heel veel tijd. Dus ja. Je moet er inderdaad wel een passie voor hebben, wil je dit inderdaad doorzetten. Ja. Peter, denk je dat er in de toekomst nog vaker dit collectief wordt gevraagd in cold cases? Ja, we zijn daarmee bezig. Ik geloof dat we iets van 30 cold cases hebben. Of mensen hebben gekregen die zeiden, wil je kijken naar mijn cold case? En we zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen doen. Maar we hebben van tevoren afgesproken, dit is een experiment. En we hebben het nu over de wisdom of the crowd. Mm-hmm. Maar het is ook heel spannend, want alles gebeurt openbaar. Juist. Dus bestaat er ook zoiets als de ethiek van de crowd? Nou, dat zijn we nu aan het ontdekken. Hè. We hebben ongeveer zelf dezelfde ethische normen. En als dat het geval is, dan zouden we ook kunnen zeggen, nou, laten we dit idee vergroten en meerdere zaken aannemen. Of laten we het op een andere manier gaan doen. Dus we proberen je echt te leren wat de beste manier zou zijn om een soort burger, ja, journalistiek, burger, onderzoeksteam op te zetten. Super interessant. Ben je nou ook nieuwsgierig geworden terwijl je aan het luisteren bent? Of zou je actief willen meehelpen? Luister en onderzoek dan mee op bureaudupin.org. Peter de Kok en Isis van Kruchten, dankjewel.